zien dat jonge sportbestuurders moeite hebben om aan te haken bij een deel van hun vereniging of bij een deel van hun bestuur. Als er eenmaal jonge bestuurders in de vereniging zijn, dat ze eigenlijk een pakket toegeschoven krijgen en zeggen van als er geen gedonder komt, dan wens ik je veel succes bij deze klus. En dat we ze daar een beetje mee moesten helpen. Een aantal dingen proberen we in 6 avonden aan bod laten komen. Ten eerste heel simpel, wat leeft er nou eigenlijk in Nederland? En wat zijn de trends in de maatschappij, maar vooral binnen de sport en binnen verenigingsleven? Een tweede ding wat we doen is kijken van wat zijn nou de spelregels en de tafelmanieren bij besturen. Dat is heel simpel, wat doet een bestuur? Hoe ziet dat er klassiek uit? Hoe maak je beleid? Hoe zit je in een vergadering voor? Hoe richt je commissies in? Al dat soort dingen. Gewoon de klassieke manier. En dan maken we eigenlijk vrij snel de stap naar hoe gaat het nou op een modernere manier? En als laatste kijken we heel simpel naar wat voor persoon ben jij en waar ben jij nou goed in? Dus je eigen effectiviteit zien te vergroten. We willen graag in Leiden sterke clubs. En dan proberen we dat hiermee te bewerkstelligen. En het is mooi om te zien dat hier 25 sportbestuurders aan mee hebben gedaan. Die nog geen 30 zijn. Die al heel veel tijd in de club stoppen. En die op deze manier kennis kunnen delen, ideeën kunnen opdoen. Elkaar scherp kunnen houden op hoe het bij hun club gaat. En ook gewoon elkaar kunnen ontmoeten. Ik hoor ook wel veel verenigingen altijd de wens uitspreken dat er meer mensen zich ook bestuurlijk zouden in willen zetten. En wat je ziet in de samenleving is dat mensen wel iets willen doen voor de club, maar dat het redelijk afgebakend en concreet moet zijn. En een bestuursfunctie is toch vaak veel uren maken en je langer toch committeren aan. En dat is best wel ingewikkeld, want mensen die zien daar toch vaak naast alle andere beslommeringen die ze in het leven hebben, tegenop om dat dan voor de vereniging te doen. Een van de problemen waar wij tegenaan lopen bij de IVL is dat het altijd moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor alle taken die er zijn en die heel belangrijk zijn om de activiteiten binnen de IVL te kunnen organiseren, zoals trainingen, wedstrijden. Ja, daar hebben we altijd heel veel vrijwilligers voor nodig en zie ze maar te vinden. Er was geen verantwoordelijkheid bij de andere leden en de vergaderingen waren langdurig en saai en iedereen ging er eigenlijk soort van heen, want ik heb weer een gezellige avond op de club en gingen weer weg zonder dat ze een daadwerkelijke taak mee hadden. In het begin is dat toch een beetje koud watervrees. Dat is wel altijd wel leuk om te zien. En na verloop van tijd merk je heel snel dat allerlei ideeën worden opgepikt. En dat vond ik met name vanavond leuk om te zien. En dat de heleboel van de beleidsplannen, want dat zijn het een beetje geworden, zijn eigenlijk gewoon de ideeën die in die avonden voorbij zijn gekomen. Wat ik uit deze cursus heb gehaald is dat ik gezien heb dat de huidige vorm van besturen te oudbollig is. Je kan beter gaan werken in een taskforce met taken voor een bepaalde tijd, waarin mensen weten waar ze aan toe zijn. Als je nu gaat kijken en je vraagt iemand voor een commissie, dan is het al gauw, dat schrikt af. Ik denk dat mensen op dit moment beter vanaf zijn met een tijdsbestek van zo lang duurt iets en dan weten ze ook waar ze aan toe zijn. Een van de dingen die ik geleerd heb is dat het een optie is om grote taken op te splitsen in kleinere taken. Waardoor potentiële vrijwilligers niet denken, jemig, wat een enorme taak. Hoe moet ik dat gaan combineren met mijn privéleven, met mijn leven als sporter. Maar dat ze denken, goh, het is een taak, oké, ik ben er eventjes 3 weken druk mee, maar daarna is het ook weer klaar. Vooral out of the box denken. Niet meer denken in de vaste stramine die er eigenlijk al liggen door en die met name door de oudere bestuurders zijn neergelegd, maar proberen ook op andere manieren vorm te geven. Heel veel dingen in de cursus waren dingen die ik zelf ook had kunnen bedenken, maar als je er niet met andere mensen en andere bestuurders van verenigingen over praat, dan kom je toch niet op die ideeën, terwijl ze dan misschien toch wel in je hoofd zitten, maar soms dan moet je gewoon met andere mensen over de problemen praten om echt tot de oplossing te komen. Ik denk wel dat de cursus heeft er een hele grote bijdrage aan gehad om dit zo te veranderen. En ook misschien ook wel het steuntje in de rug om te denken en ook vooral te doen van hey, het kan ook anders en misschien moet het ook anders. Bijvoorbeeld effectiever vergaderen, meer en beter kunnen communiceren, betere werving. Al zijn maar die kleine dingen die nu op korte termijn vruchten afwerpen. Maar misschien nog wel belangrijker, denk ik, dat mensen weer het enthousiasme krijgen dat het best leuk kan zijn om te besturen. Dat je als jonge en oude bestuurder goed nadenkt over wat je aan het doen bent. Of je dezelfde taal nog wel spreekt als dat je leden spreken. En dat je meegaat met de tijd. Dat je echt een moderniserings... dat je een slag slaat op dat vlak.
En dat je mee blijft gaan in alle nieuwe ontwikkelingen die er nu zijn. We hopen dat er na deze cursus nog een vervolgcursus komt. En dat gaan we iets tijd tussen laten zitten, maar dat gaan we wel weer, ook gewoon dan weer enthousiasmeren. Ik zou het zeker aanbevelen aan andere commissies, want het is zeker ook toepasbaar. Niet alleen op een barcommissie, maar ook op wat ik heb gepresenteerd, ook op andere commissies. En daarnaast denk ik ook besturen.